Goedemorgen en welkom bij les 6 van de leeslessen, thema 3. En we gaan even kijken naar ons klankenbord. Als start, dit is de letter B. En waar hoort die? Bij de medeklinkers in de klank. Dit is de letter F. Die hoort bij de medeklinkers. B. Dit is de letter O. De O hoort bij de lange klanken. O. Dit is de O. De O hoort bij de korte klanken. O. Dit is de K. De K is een medeklinker. Dit is de E. De E is een lange klank. E. Dit is de D. De D is een medeklinker. En de laatste is de L. En de L is een medeklinker. We gaan flitsen. Flits maar mee. Sop. Bos. Put. Pas. Op. Bus. Kees. Teen. Kip. Mikt, mikt. Been, toon, pot. Maar wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag woorden lezen met de O en de P. De letters hebben we gisteren geleerd en dat gaan we ook doen in zinnen. En ga eerst het letterfilmpje van de O aanzetten. Probeer minstens 5 woorden te onthouden met de letter O uit het filmpje. Vandaag gaan we het hebben over de O. Kijk, een ton. Die is vast hol. Ton en hol zijn allebei woorden met de O. Wat zou er in de ton zitten? Gooi hem maar eens om. Het is een pop met een gekke muts van stof. Hé, het is een kok. Dat komt goed uit, want je had honger, toch? Pakt hij nou een leeg bord? Gelukkig zijn poffertjes ook met de O. Dat is boffen. Eet jij die lekker op? Oh nee, dat kan niet. Jij hebt helemaal geen mond. De O was van kok. Die kan je afkijken. Heb je nog 5 woorden onthouden met de O uit het filmpje? En weet je ook nog het klankgebaar van de O? Die ga ik je laten zien. Het klankgebaar van de O. O. Doe het mee. O. Heel goed. En gisteren hadden we ook een andere letter geleerd naast de O. En dat was de P. En daar ga ik ook het letterfilmpje even van laten zien. Probeer weer 5 letters of 5 woorden te onthouden waar de P in voorkomt uit het filmpje.
En bij de p hoort natuurlijk ook weer het klankgebaar. En die ga ik je laten zien. Bij de p zie je ook duidelijk, je maakt eerst een stokje met je arm en dan het bolletje met je hand. Daar komt hij nog een keer, doe maar mee. Als je het woord niet in één keer kunt lezen, dan geeft het helemaal niks. Dan is de afspraak dat we hem zingen. En dat gaan we hier nog even extra oefenen. Lees dus de letter klank voor klank. Dus en maak hem langer. Tom. Doe maar mee. Het leesboek, het verhaal van vandaag, is een samenleesverhaal. Dat kan je zien aan de bovenkant. Daar zie ik twee poppetjes. Een meisje die heet Lin en de jongen die heet Rick. En ik zie dus dat als ik hier Lin zie staan, dat is wat zij zegt. En de oranje tekst, dat is Rick en die praat dan tegen Lin. Die gaan we straks lezen. Even zien. De titel van het verhaal. De titel, dat is de naam van het verhaal. Die staat hier en de titel is Sap. Sap. Dan even kijken naar de plaatjes. Dan hebben ze ook een beker en een lepel met iets. Nou, ik ben benieuwd waar het over gaat. Gaan we straks samen lezen. Het rijtjesboek, die doen we weer voor koor. Ik lees het woord kok. En we lezen hem samen. Kok. Mok. Mok. Mol. Mol. Meel. Meel. Maal. Maal. Bot. Bot. Beet, beet, biet, biet, riet, riet, rot, rot, kip, kip, lip, lip, lap, lap. Pap, pap, pak, pak, peen, peen, been, been, ben, ben, pen, pen, pan. Pan. Je mag de woorden nog een keer lezen, allemaal, en daarna nog een keer, dus twee keer. Zet de film maar even op pauze. Wij gaan zinnen maken. En als je zinnen wil gaan maken van losse woorden, dan is het handig om eerst alle stukjes te lezen. Hier staat in de pan. Sap, lees maar mee, hè? Is Rick
eet de biet kip een peen pap Rick maakt. Misschien kan je thuis, degene die bij je zit, dat die eventjes papiertjes maakt met een stukje zin erop. Zodat jullie daarna, na deze oefening, ook zelf nog even zinnetjes kunnen maken. Nou, bij een zin begint het vaak met een persoon. Dus bijvoorbeeld, Rick eet. Nou, kan ik die neerzetten. Rick eet. Wat zou Rick kunnen eten? Even kijken. Rick eet de biet. Rick eet de biet. Of wat zou hij nog meer kunnen eten? We hadden ook kunnen doen. Rick eet kip. Of Rick eet een been. Maar bijvoorbeeld de peen zou ook in de pan kunnen zitten. Dus Rick eet een peen in de pan. Of we maken een andere. De biet is, waar is de biet? In de pan. De biet is in de pan. Nou, ga zinnetjes maken, kijken. Welke zinnen kloppen, dus controleer ze ook eventjes of het wel goed loopt. Dus je leest ze altijd even na. Dus de biet is in de pan. Daar weet ik van, die klinkt goed. Maar als ik bijvoorbeeld zou zeggen, de biet is kip. Die zin, die klopt niet. De biet is kip, dat kan niet. Dus dat kan ik niet. Dus die ga ik niet doen. Zo moet je goed kijken en nalezen. Of je zin wel klopt. Het leesboek. Daar had ik het net al eventjes over gehad dat het een samenleesverhaal is. De bedoeling is dat je de witte tekst goed meeleest. En de oranje tekst, die lees je natuurlijk mee als je dat kan. En anders dan zorg je dat je precies weet waar we zijn. Daar gaan we. De titel is sap. Sap. De witte tekst doe ik voor koor. Dus die zeg ik twee keer. Rick. 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 Is er sap? Is er sap? En Rick zegt, hier Lin. Ik schenk je wat in. Pak aan. In een mok. In een mok. Zeur niet. Er is geen glas. Weet je wat dit is? Is dit pap? Is dit pap? Jij bent gek. Dit is geen pap. Dit is sap. Proef jij waarvan? Biet? Biet? Nee, kaas. Nee, kaas. Sap van kaas? Hoe kom je erop? Dat kan niet eens. Eén sok. Eén sok. Nee, één bot. Één bot. Je bent heus niet leuk. Raad nog eens. Een peen, een peen. Zie je wel, je weet het best. Het is plas van peen. Iek, iek. Grapje, het is sap van
benen. Wat valt je op aan de tekst? Want het is wel een grappig verhaal, maar ik zie ook leestekens. En leestekens, dat zijn symbolen die worden gebruikt. Dus ik zie hier bijvoorbeeld een uitroepteken, dat betekent dat het harder wordt gezegd. Maar ik zie hier ook een vraagteken en dan wordt er een vraag gesteld. Dus er staat niet er is sap, is er sap? Dus je stelt het echt als een vraag. En in deze tekst zijn heel veel vraagtekens, dus er zijn heel veel vragen. Je mag hem nog even op pauze zetten en dan ga je samen met degene waarmee je bent thuis, ga je dit verhaaltje nog een keer lezen. En de witte tekst lees je natuurlijk zelf. En dan mag de andere, die mag de oranje tekst lezen. Zet hem maar op pauze. Tijd voor het werkboek. En het werkboek zijn heel veel woorden. Dus je gaat het woord lezen en die doe je dan met je vinger naar het plaatje. Of als je hem uit hebt geprint met je potlood, zet je een lijn. Ga je alle woorden lezen en eventjes zoeken naar het plaatje wat erbij hoort. Zet hem maar op pauze. De volgende bladzijde. Daar ga je goed lezen. Dus er staan twee plaatjes per zin. Dan lees ik de zin. De pap is op. Het is goed om hem twee keer te lezen, zodat je goed weet wat er staat. Dus de pap is op. En dan zet je een kruisje bij het plaatje die erbij hoort. Hier is de pap niet op, dus daar moet je hem niet zetten. Hier wel. Daarna ga je deze zin lezen. Die lees je dus twee keer. En dan kruis je aan welke is goed. Als je in de klas ook de tweesterpijl opdrachten maakt, dan ga je deze ook maken. Zet hem maar op pauze. Wij gaan nog even woorden lezen. Waar moet ik deze zetten? Lees het woord. Wijs maar aan. Hier staat kip. Inderdaad, zet ik hem daar. Wat staat hier? Kom, ja, dat is een bakje. Hè? Kom, zet ik daar. Welk woord staat hier? Kok. Kok mag daar. De volgende. Sok. Deze, wat staat er? Heel goed, daar staat pan. En de laatste, dat is natuurlijk peen. Lees maar even mee. Kom, kok, sok, peen, pan, kip. Heel goed gedaan. We gaan nog even het werkboek nakijken. Lees er maar even met me mee. Lip, kom, pan, mok, dop, mol, pak, bot. Volgende rij, beginnen we hier. Poot, pap, sop, pot. En de laatste rij. Kok, pop, kip, som. De volgende pagina van het werkboek. Daar moest je kiezen. Lezen we even de zin. Het sap is niet op. Het sap is niet op. Dus dan zit er nog sap in. De kaas is op. De kaas is op. Dus de kaas is er niet meer. De biet is in de pan. De biet is in de pan. Dus die moet daar. De volgende was
één pot met drop. Dat was die. En bij het plaatje moest je een zin zetten die klopte. De kok kookt. Bijvoorbeeld als je iets anders had. Bijvoorbeeld de kok snijdt, was ook goed geweest. Wij zijn al bijna aan het einde van de leesles. Heel goed meegedaan. We hebben gelezen over sap. Wat Rick had gemaakt en Lin zegt allemaal gekke dingen daarover. Die hebben we samen gelezen. En wij kunnen woorden lezen met de o en de p ook in zinnen. En dat hebben we zeker geoefend. Hele fijne dag en hopelijk ben je snel weer op school.